De koelte en rust in. En als we uitademen, dan ademen we de warmte, de hitte uit. Voel alsof je zit als een boom, stabiel in de grond, geworteld en geaard. En dan ontspannen we ons volledig, van top tot teen. Laat de spanning in je lichaam los. Alsof je met een enorme rugzak een tijdje hebt gelopen en nu leg je de rugzak zet je van je af, leg je op de grond en je voelt een last van je afvallen. We ontspannen ons gelaat, ons gezicht. Ontspannen de kaken en de schouders, de armen tot aan de handen. Ontspannen borst en buik, onze rug en onze heupen en de benen tot aan de tenen. Ontspan je lichaam volledig. Zie het zo. Je geeft jezelf de kans om te ontspannen. Voel alle spanning van je afglijden. Vergeet ook niet de spanning rond je ogen goed te ontspannen. En het kan zijn dat je ogen daardoor een klein beetje ook gaan. Maar niet helemaal. Net zo dat je wimpers elkaar aanraken. Als we ons lichaam een beetje hebben kunnen loslaten, richten we ons op ons innerlijk. Als we ons van binnen ontspannen, kunnen we dat op verschillende manieren doen. We kunnen er eens bij stilstaan, bijvoorbeeld, dat we allemaal op een dag moeten doodgaan. We moeten op een dag doodgaan en dan laten we dit lichaam achter. Dan laten we de materie achter en de mensen die we lief hebben. Alle dingen om ons heen in het leven, in de wereld om ons heen, moeten we op een dag zien kapot gaan, zien achteruit gaan, zien verdwijnen of verouderen. Hoeveel we ze ook lief hebben, hoeveel we de dingen om ons heen ook koesteren,
Dit is een wet. Als we hier zo bij stilstaan, dan kunnen we gemakkelijker de dingen in hun juiste verhouding zien. En dan keren we weer terug naar onze meditatie. En we zullen merken dat we iets meer ruimte van binnen voelen. Omdat we eventjes stil hebben gestaan bij de vergankelijkheid en daardoor wat hebben kunnen loslaten. De diepste manier van ontspanning in meditatie is te leren niets te doen. Door niet langer te reageren op onze gedachten en gevoelens. Of we nu negatieve gedachten hebben, pijn, vervelende herinneringen of zorgen over de toekomst. Of positieve gedachten, fijne herinneringen, pleziertjes en gemijmer. Al deze gedachten en gevoelens, die laten we zijn. We worden er bewust van en we laten ze zijn zoals ze zijn. Zonder ze te volgen, erop in te gaan of ze te analyseren. En we dwingen ze ook niet, we duwen ze ook niet weg. Wanneer we gewoon zijn bij wat we zijn, zijn bij wat we denken, zijn in het hier en nu, zonder ons door onze gedachten en gevoelens te laten heen en weer trekken, ontdekken we meer stilte. Ontdekken we een zekere onbewogenheid in onszelf, waarbij we het gevoel hebben dat we ons nergens meer iets van aantrekken. Deze onbewogenheid is wat in meditatie geleidelijk aan ontstaat. En hoe meer we van binnen onbewogen, roerloos, stil zijn, hoe meer we merken dat in onszelf er meer ruimte is. Een open ruimte die meer mogelijkheden geeft. Meer vrijheid aan ons eigen bewustzijn.
Hoe meer we ons ontspannen door niet te reageren op onze gedachten en gevoelens, hoe meer we in onszelf een diepe rust en verkwikking ervaren. En hoe meer we in onszelf helderheid, monterheid ontwikkelen. We ontspannen ons van binnen, maar we merken ook dat we van buiten meer ontspannen. Ons lichaam en onze geest zijn met elkaar onderling verbonden. En na een tijdje dan hebben we het gevoel dat we geleidelijk aan steeds meer leegte in onszelf ervaren. Steeds meer lege ruimte die open voelt en goed. En we voelen binnen deze ruimte dat we geleidelijk aan de binnenste midden van onszelf leren kennen. En dat is waar deze meditatie ten slotte over gaat. We ademen diep in en we merken op waar onze ademhaling ons brengt. Langs de keel, onze longen. En uiteindelijk belandt de ademhaling in het midden van onze buik. En dat is waar we bewust van worden. Wanneer we weer uitademen, dan ademen we ook weer uit van hetzelfde punt. Wat we de middenruimte zouden kunnen noemen. Het binnenste en het midden van onszelf. Daar waar de kern, het wezen, de essentie van onszelf gevonden kan worden. En ons bewustzijn het helderst is. Het enige wat we nu doen is simpelweg bewust te worden, ons gewaar worden dat we in onszelf deze middenruimte hebben. Gewoon door er bewust van te zijn dat we deze middenruimte in onszelf hebben liggen, voelen we al een zekere verbinding ontstaan. Telkens wanneer we weer zijn afgeleid, keren we weer terug, bevestigen we opnieuw voor onszelf het midden van onszelf, het punt van helderheid van geest.
Vergeet nooit het bewustzijn van het midden in onszelf. De middenruimte in onszelf is heel subtiel, heel verfijnd. Het is het bewustzijn wat we soms ervaren als er iemand naast ons zit of achter ons en we weten dat die persoon er zit, maar we zien hem niet. Dat gevoel wat we ervaren als we iets voelen, maar niet kunnen zien. Maar wanneer we vaker onze aandacht naar dit punt toe brengen en we onszelf toestaan diep te ontspannen door onszelf te verbinden met het middenste middel, met het midden, met het binnenste in onszelf, dan merken we dat we in onszelf groeien. Dat we in onszelf steeds helderder worden van geest. Terwijl we verbinding maken met het midden in onszelf, worden we ons ook geleidelijk aan steeds meer bewust van onze omgeving. Want de aard van de geconcentreerde geest in meditatie is dat ons bewustzijn verruimt. Met bewustzijnsverruiming bedoelen we niet zozeer het verruimen van het bewustzijn door drugs of iets dergelijks, maar het verruimen van het bewustzijn wat ook echt werkelijk zo voelt, wanneer we zorgen, gepieker en andere hindernissen achterlaten in het bewustzijn en dat we daardoor helder worden van geest. Niet meer troebel, maar juist helderder. We worden er nogmaals bewust van dat in onszelf de lege ruimte, openheid groeit. En dan worden we er ook bewust van dat om ons heen, in de wereld om ons heen, de omgeving om ons heen, ook een open ruimte is. En dat er heel veel open ruimte om ons heen is. En we voelen nu dat de open ruimte in onszelf geleidelijk aan samensmelt met de open ruimte buiten onszelf. We voelen dat we geleidelijk aan ons lichaam minder voelen, alsof we samensmelten met de wereld om ons heen. Alsof we geleidelijk aan worden opgenomen door de wereld om ons heen.
Wanneer we ons meer bewust worden van onze omgeving, merken we op dat er om ons heen een wijds en ruim landschap is. En laat ons voorstellen dat we om ons heen een wijds en ruim landschap ervaren, dat koel is, open en ruim, de moeite waard om te zijn. En dit wijdse landschap is enkel afgegrensd door de horizon, die om ons heen te zien is, net als een lijntje dat om ons heen is getrokken. En we zien en voelen de openheid en ruimte van het landschap. En terwijl we ons bewust worden van onze omgeving om ons heen, tot aan de horizon, merken we ook op dat er boven ons een blauw en open en wijdse lucht is. Een uitspansel van lucht dat boven ons te zien is, net als een grote koepel die boven ons gespannen is. En de koepel is onderdeel van het landschap. En wanneer we merken dat er boven ons een open en ruim lucht is, zien we dat de koepelvorm van de lucht zich weerspiegelt in de grond. En dat er eigenlijk ook een koepelachtige structuur onder de grond is, onder ons. Met andere woorden, we zitten in een soort van bol, een hele grote bol. En we zitten precies in het midden ervan. Wanneer we in onszelf de openheid van het landschap ervaren, wijdheid van het landschap ervaren, net als een hele grote cilinder, pardon, een hele grote sfeer, waarin we het midden zijn, het middelpunt, de kern, het wezen. In feite is het midden, de middenruimte in onszelf, ook het midden van het landschap, het midden van alles.
En we voelen ons geaard en geworteld. En we voelen tegelijkertijd de openheid en de ruimte om ons heen. En tegelijkertijd de verbinding, de kern, de wortel in het midden van onszelf. Voordat we aan het einde van de meditatie komen, nemen we eerst tijd om even om een tijdje onze goede intenties, onze positieve gedachten, onze liefdevolle gedachten te delen met de wereld om ons heen. Deze beoefening noemen we ook wel metta-meditatie. En dat doen we vaak ter afsluiting. Stellen we ons voor dat in het midden van onszelf, in de middensfeer, in de middenruimte, geleidelijk aan een energie zich opbouwt. En net zoals alle andere energieën wil de energie van meditatie gedeeld worden met de wereld om ons heen. We voelen dat de energie geleidelijk aan als een soort van sfeer geleidelijk aan uitdijdt, verbreidt, zich verspreidt naar alle richtingen. En terwijl deze sfeer uitdijdt, zich verbreidt, zich verspreidt naar alle richtingen, geven we onze goede intenties mee met de sfeer. En we zeggen tegen onszelf dat iedereen om ons heen gelukkig mag zijn. Vrij van lijden. Dat iedereen gelukkig mag zijn. Waar ze ook zijn, wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen. Of we nu hen mogen of niet mogen, of we nu hen kennen of niet kennen. Dat iedereen gelukkig mag zijn. En vrij van lijden. En zo herhalen we telkens de wens die we meegeven met de sfeer van licht die zich verspreidt, verbreidt, uitdijdt naar alle richtingen. Maar de kern, de wortel van deze sfeer is altijd de binnenruimte in onszelf. Daar komt de energie van liefde altijd vandaan. Met een glimlach en een goede, vriendelijke intentie verspreiden we onze liefdevolle gedachten naar de wereld om ons heen. Ook onze dierbaren die niet meer in deze wereld zijn, die zijn overleden,
daar kunnen we ook onze positieve, liefdevolle gedachten laten gaan. En we voelen dat de hele ruimte om ons heen, het landschap wat we zojuist hebben gevisualiseerd, gevuld wordt door onze positieve en liefdevolle gedachten. En dat alle levende wezens, mens of dier, zoogdier, vogel, vis, dat allen gelukkig worden door deze krachtige intenties. En ook al is er misschien een deel van onszelf dat niet echt gelooft dat de wereld verbetert door deze intenties, toch moeten we ons altijd realiseren dat het een oefening is. En een oefening van ons eigen bewustzijn is de eerste stap en de meest belangrijke stap om de wereld om ons heen te verbeteren. Volgens de woorden van onze abt Lompa de Matthieu, dat hij ooit heeft gezegd: als we in onszelf helder zijn, dan is de wereld helder. Als we in onszelf stralen, dan straalt de wereld.
En terwijl we zo onze liefdevolle intenties de wereld insturen, merken we tegelijkertijd dat in onszelf het midden steeds meer versterkt wordt en we de verbinding met ons, met onze middenruimte meer kunnen voelen. Om de weg naar onze middenruimte gemakkelijker te kunnen vinden. En ook om als een soort van visualisatie tijdens deze meditatie over liefdevolle vriendelijkheid, kunnen we ons voorstellen dat er op de plaats van de middenruimte in onszelf een helder licht schijnt. En dat helder licht is als een baken, als een soort van vuurtoren die ons herinnert aan het midden en waar dat midden is. En het licht dat schijnt overal naartoe. Het licht vanuit het midden schijnt naar alle levende wezens om ons heen. Het is altijd in het midden, dit licht. En soms dan zien we het helderder, soms dan zien we het vager. Maar of het nu helder is of vaag, we voelen altijd ons tevreden met de middenruimte in onszelf. Nu komen we geleidelijk aan het einde van de meditatie. We worden ons er bewust van dat we altijd terug kunnen gaan naar de middenruimte in onszelf. In het midden van onze buik, net boven de navel, in het midden van onszelf.
is het middelpunt, de middenruimte in onszelf. Wat we ook doen of laten, waar we ook gaan of staan, we kunnen altijd weer opnieuw de verbinding maken met dit punt dat waardevol is, dat helder is en wijs. We kunnen ook altijd verder gaan met de meditatie over liefdevolle vriendelijkheid. In ons dagelijks leven, bijvoorbeeld in de ochtend, even of in de avond voor we gaan slapen. Dan worden we ons bewust van onze zintuigen terwijl we meer naar buiten gaan met onze aandacht. We merken op hoe de geluiden om ons heen klinken. Misschien de geluiden in de omgeving. Misschien de geluiden van het verkeer buiten. Of de geluiden van de waterleiding of iets dergelijks. We voelen de zetel waar we op zitten. De stoel of het kussen. We worden ons bewust van onze handen die op onze schoot rusten. En we voelen onze ogen die dicht zijn. En terwijl we aan het einde van de meditatie komen, doen we geleidelijk onze ogen open. En we zullen merken dat we de wereld op een net wat andere manier zien. En nu sluit ik af met een traditionele recitatie die we in onze traditie gebruiken aan het einde van de meditatie. Sape puta pala.